eerste Belgische dag. Net weggestuurd door de redders. Fenomenaal. Yes, yes, welkom dames en heren bij weer een nieuwe video. Ik heb dit keer een hele leuke trip op de planning staan. Ik ga vissen in België samen met Ruben Hongerloot, een hele jonge teammember van ons. En die heeft echt een hele gave visserij. Ik heb nog nooit in België gevist. Ik heb voor het eerst mijn Vlaamse visverlof aangevraagd, zoals dat daar heet. En ja, we zitten denk ik wel in een hele goede periode dat die vis echt wel gaan azen. We hebben net een hittegolf gehad van 37 graden was het hier ook. En er zit nu een hele mooie drop in de luchtdruk en de temperatuur is in één keer 20 graden geworden. Dus ik denk dat die vissen wel eventjes losgaan. Ik ga nu snel de auto instappen, 3 uurtjes zijn kant op karren en dan hopelijk op een heel gaaf klein Belgisch avontuurtje, jongens. En wat wil je nu precies zeggen? Wat gaan wij precies gaan zeggen? Nou, jongens, aangekomen in België. En ja, dit is Ruben Hongerloot, yes, yes. 19 lentes jong, hoorde ik net. Yes. Wat ik ook al zei, het jongste teamlid van Team Trekker Benelux. En je hebt een hele gaaf visserij wat wij zien op de foto's. Als je klopt. Ruben nog niet volgt op de gram, staat hij nu hieronder in beeld. En anders even een linkje in de bio. Ja, de Urban Visserij. Ja. Echt een mega drukke visserij en een mega... Dus je vis grof het meest in de stad? Ja, meestal in de stad. Ik bedoel, er is niks zo prachtig als 100 toeristen die rondjes staan wanneer je vis vangt. Nee. Zo Ruben, nou ja, we hebben 48 uur tijd. Wat gaan we doen? Het eerste water dat we gaan bevissen is een water net voor de stad. Ja. Dat eigenlijk gekend stond als een tamelijk doodwater. Weinig vis op. Jij dacht van nou, Bas komt weer. Ja. Nee. Dus we gaan eerst even een rondje rijden naar dat water toe. Ja. Drone eroverheen, kijken of we wat zien. Yes, en dan hou de stad in. Ja, nou dan wordt het weer al fantastisch in de nacht. Ik heb goed geslapen, dus... Ja, maar je had nodig hem. Oké, let's go. Yes. Zo, hoe was het? Ja. Kut. Ja, echt kut. echt kut. Ja. Niks van vissen gezien, niks van aasplakaten gezien. Nee, helemaal niks. Hè. Gewoon een prachtige mooie plek. Ja, massas. Zeker. Echte jungle. Mijn lievelingswater, maar helaas helemaal naar de verleden tijd. <Ja. laughs> Dus nu naar de rand van de stad. Eerst kijken voor de nachtzak. Ja. Nachtzak. Kijken of het kanaal niet best wel hard geregend, dus kijken of het kanaal niet te hard stroomt en anders duiken we de stad in. Dus oké. Yo. Waar zijn we? De stadrand. Hier begint het water eigenlijk, zeg maar. Het is een afgesloten stuk water dat door heel de stad loopt. Hier nu op deze stek 2-3 dagen voorgevoerd. En al vis in druin, dus laten we hopen dat... Wat verwacht je als je nu een verwachting moet doen over 2 nachten? Ik hoop in het algemeen vis, of... Ja, in totaal. Goh, ik hoop op een vis op 4-5. Kijk, stieker. Dat horen we graag. Ja, dat zijn voorspellingen en vaak zijn voorspellingen niet altijd waar. Dus laten we het... We gaan het wel zien. We gaan wel zien wat dat brengt. Gaan we de spullen pakken en dan... Yes, we gaan de spullen pakken. Pop-upjes eraan. Ronnetjes. Houden vissen. Aangezien dat er veel vuil en je kan af en toe wel een keer een fiets tegenkomen in het water. Dus... We gaan het zien.
jullie nog een visie. Dat is wel mooi zo, Ruby. Ja. We hebben de pizza echt net op, jongens. En ja, ik weet er nog niet wat het is. Het voelt heel erg tikkerig. Ja, een heel klein schupje. Maar goed, hopelijk, hopelijk. Komt dit goed? Belgische bakken. Belgische bakken. Ik heb het gezegd, hè. Zo, Ruben. Toch een klein visje weer te vangen. Belgische bakken. Belgische bakken. Oh, wat een schatje. Hij is nog bijna ruw van de paai. Hey, we hebben nu nog niet eens een echte intro eigenlijk opgenomen op deze stek. We dachten van nou, we eten het pizzaatje even op. Hengeltjes lagen net een uurtje in. En nou ja, ik heb mijn vertrouwde vriend Stifrichie eraan geknoopt. En ik ken hem normaal vallen ze, maar... Wat een bak. Ja, dit gaat niet helemaal makkelijk. Rustig maar, schatje. Kijk eens aan, jongens. Mijn eerste Belgische bak. Openbare bak. Ja, dit is toch wel weer prachtig hoor. Hiervoor kom je naar België toe, jongens. Echt een punthaalvisje. Maar is dit een beetje een normale afspiegeling van wat je hier op dit kanaal vangt? Normaal is het groter. Ja? Normaal is het veel groter. Ja. Ja. Jij zegt dat je hier stevig gevoerd hebt, maar dat is nog niet echt te zien. 25 mm bollen zijn blijkbaar waar. Dat denk ik ook, ja. Nou jongens, heerlijk begin. We tunen zo meteen even in wat we de rest van de sessie nog gaan doen. Yes. Maar voor nu, ja, top. Eerste visie, we staan van de nul af. Lekker. Hoe laat is het? Oké, chill. Hoe laat is het? 9:10. Tien voor negen. Nog een uurtje vissen. Nog een uurtje vissen. En dan verkassen. Zo, we hebben eindelijk even de tijd gevonden om de introductie te geven waar wij zitten. Yes. Want dit is toch wel weer een bijzondere omgeving hier. We zitten midden in de stad. Het lijkt wel Frank City Trips. Alleen ben ik deze keer met Ruben op pad. Is dit iets waar je eigenlijk altijd zit? Ja. 90% van mijn visserij eigenlijk zit ik hier. In de stad, zeg maar. In de stad zelf of de net rondom. Ja. Ja, dat is eigenlijk waar ik ben leren vissen. Dus ja. En ja, hoe is dat zo gekomen dat je bent begonnen in de stad? Want de meeste beginnen op een parkvijvertje of dingen, want je bent nog maar 19. Ja, dat klopt. Ja, hier in de omgeving heb je eigenlijk niet veel. Nee. Dus ja. Dat is in feite de enige oplossing als je echt wel karpen vist. Nee, ja, ik ken het ook wel vanuit Alkmaar. Ja, het is super gaaf. En net al een visje gevangen. Dus ja, een heel klein visje. We hebben niet geblankt. Maar, we gaan zo meteen naar een stuk kanaal. Dat een stuk kanaal die rond de stad eigenlijk ligt. Ja. Dat is een heel ander bestand als dit? Ja, heel ander bestand. Waar we nu op vissen is een vast bestand. De vissen kunnen hier niet uit. Nee. Dat is eigenlijk, ja. En dat is wel uniek eigenlijk, want de meeste ringen en rondom steden is eigenlijk allemaal open water. Ja. Het is wel lekker dat je hier ook een soort van vast bestand hebt. Ja, hier heb je een vast bestand. De vissen kunnen hier niet in het kanaal. Nee. Zitten hier eigenlijk vast door de sluizen. Ja, in principe simpele visserij ook eigenlijk hier. Heel simpele visserij, veel obstakels wel. Ja. Dat hebben we al gemerkt. Ja, 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 dat hebben we eigenlijk nog niet eens goed duidelijk. We waren een pizzaatje aan het eten. Ja. Of nee, voordat de ja, pizza was er nog voor. We hadden net besteld. En ik stond mijn hengels eigenlijk nog uit mijn auto te halen. En toen klapte de hengel helemaal dubbel van Ruben. Ja, en denk ik... Voordat je de hengel in had? Ja, voordat ik de hengel... Ja, ik kwam net aan de hengels en... Knets, leenbreuk. Ja, dus ik heb er gelijk ook een hele dikke voorslag op gezet. Ik heb die bak van net wel gewoon vakkundig afgedrild. Goed. Pop-uppies, je hebt volgevoerd. Ja, in principe geen gekke fransen. Gewoon een beetje grof materiaal. Ja. Dikke lieren eraan. Ja. En onderhandse worpies zag ik al voorbij komen. Ja, alleen maar onderhands. Het is niet breed, dus nee. Je moet ook niet... Je hoeft geen gekke dingen uit te halen hier. Zeker niet. Dus hopelijk... de eerste is sowieso voor jou. Dus hopen dat deze hengeltjes het geluk mogen brengen uit Holland. Ja, laten we het toe. En dan zien we jullie zo meteen weer op de nachtstek. En eigenlijk... Hopelijk tot zo, maar gaat zien, jongens.
Le canal. Le petit canal. Net aangekomen op een nachtstek. Ziet er goed uit. Vanmiddag aarzende vis gezien. Nu al hier en daar iets van activiteit. Dus hengels uithalen, bedshares, tentje. En dan hopelijk dat we een dikke bak vannacht. Ja, zeker. Om echt een Belgische bak gaan vangen. Ja, laten we het doen. Ruben, ja? Hoe vind je het gaan? Kut. KUT, kut. Dat was een snel antwoord. Oh. Ja, een mooie boom. Hey, een hele goede morgen, jongens. Nou ja, zo goed is het niet. Dat verhalen we zo meteen wel, maar... Ja, ik heb er eentje aan. Maar ja, er zit heel veel obstakels hierin. En hij voelt alsof hij er helemaal doorheen zit. Dus. Kut, kut. Oeh, zo jongens. Dat was een goede ochtendgymnastiek. Ik zat er echt net aan de koffie. En ook eigenlijk totaal niet meer verwacht. Elke keer vannacht wakker van de stroming en van de valse piepen en weet ik het allemaal. Ook gaat de sluis openen, maar gaat het echt keihard stromen. En ja, in één keer knalt die helemaal dubbel. Dus ja, gelukkig losgekregen van het obstakel en hij legt nu in het netje. Vanmorgen vroeg heeft Ruben er ook nog eentje gevangen. Dus ja, in principe eigenlijk al met al geen slecht nachtje. Maar we maken zo meteen even een updateje hoe de hele nacht is verlopen. Vanaf nou, een uur of één dat we een beetje knap in lagen. Dus, maar goed, happy days. Lekker jongens. Die sling is leeg. Man. Deze ochtend toch een tweetal visjes kunnen vangen. Niet meer verwacht eerlijk gezegd. Nadat we gisteravond om 10 uur ongeveer op de stek zijn gekomen. Keiharde stroming. De sluizen waren opengezet. Keiharde stroming. Om 1 uur dan uiteindelijk de stroming weer gaan liggen. Opnieuw ingesmeten. En uiteindelijk nog 2 visjes op de mat weten te brengen. Dus 1 ervan, een heel klein visje. Past wel een beetje bij ook. Ja. Ja. het ziet er naar uit dat we enkel kleine vis deze sessie vangen. Wel, hele mooie binnenkomer. Zeker, ja, die is alvast binnen. Lekker. Allebei yes. Alvast 1. Ik heb er net nog eentje gevangen. Dus, ja. Iets groter dan deze. Ja, die gaan we er eventjes uit over en dan... Yes. Mag deze wel lekker gaan zwemmen, denk ik. Top. Hij was echt super sterk. Ik zat er net aan een bakje koffie en toen knalde hij er vandoor. Ik had eigenlijk ook echt niet meer verwacht dat hij al zei dat hij er vandoor zou gaan, überhaupt. Toen zat hij nog vast ook. Toen zag ik het helemaal niet meer zitten. En ja, nu ja, toch mijn tweede Belgische visje weten te strikken. We gaan vandaag, we hebben een plannetje net gemaakt, we gaan vandaag de stad in. 1 stek in de stad en dan gaan we naar een parkachtig water. Ja. Dus ja, ik heb er zin in jongens. Lekker. Deze mag wel lekker gaan zwemmen en dan gaan we onze weg vervolgen de stad in. Zo Ruben. Yes. Arrivé Le Canal 2.0. Ja, klopt. Net de ochtendstek verlaten. Het is denk ik, het is net geen middag. Hier het een paar uur geven. Er zit nu ook een stuk kanaal van de stad. Heel simpele visserij opnieuw. Tjotjes of ronnies eraan. Veel vuil in het water, dus... Komt helemaal goed. Je dit altijd zo dat je eerst zeg maar, eigenlijk alles rond gaat kijken voordat je er gaat zitten? Ja, heel vaak. Ondanks je gevoerd hebt? Ja. Je weet nooit wat er in de laatste dagen is gebeurd.
de stek op voorhand goed komen bekijken. Ik bedoel, anderhalve dag geleden zaten ze hier een concert te geven. Dus dat kan ook een grote negatieve factor gespeeld hebben. Zie je wat? Nee, eerlijk gezegd niet. Wel een diepe stuk dus, ja. Ja, we gaan het gewoon proberen. We gaan het zien. Lekker verspelen. Yep. Dit is gewoon dubbel met de safety clip. Yep. Yep. Zeker in de stad is het wel nodig. Vaak leenbreuk door stenen, door obstakels. Fietsen. Yes, inderdaad. Dus een vestveilig systeem is zeker niet overbodig. Nou Ruben, dat ging weer florissant. Wel geteld 10 minuten gevist, denk ik. Ja, klopt. Echt pure ellende. Net weggestuurd door de redders. Daar staat hij. De boosdoener. Nu naar het parkwatertje, waar we ook vanavond de nacht doorbrengen. Diep water. Ja, helaas. Dat de stad het ook gewoon. Ja, ja. Het is eigenlijk gewoon te druk. Het is weekend, een lang weekend. Feestdag geweest. Ja. Verlengd weekend. Dus ik denk niet dat hem hier gaat worden. Nee. Dat, nou, dan gaan we weer on tour. Yes. Wij ermee. Zo, Ruben. Yes. Zitten we weer. We hebben het plan een klein beetje aangepast. We zagen nog een klein kansje. We hebben gevraagd om een klein stukje verderop één hengeltje neer mogen zetten. We hebben nu even een uurtje geprobeerd. Jammer genoeg. Ook niks. Niks. Ik heb eventjes broodje gehaald. We hebben lekker ontbeten. En het is nu om en nabij 2 uur. Dus ja. Het is ook vrijdagmiddag. En ja, we zijn niet de enige karpenvissers in het mooie Vlaamse land. Dus we gaan snel proberen een mooie stek te zoeken op het parkwater. Ja, en dan alles weer opruimen, alles weer in de auto en dan hopen op een mooie stek. Yes. Lekker, even vissen in België. Even 2 nachtjes. Ik merk echt dat ik 30 ben geworden, jongens. Dat is een jonge taal van 19 en nergens last van. Maar Bastiaan, je kan toch niet zo heel goed tegen slaap. Slaapgebrek hoor. En kilometers lopen. Oh, lekker, aan de gang. Zo, jongens. Nou, aangekomen op het parkwater. We zijn er eerst eventjes heen gelopen zonder dat we met de spullen hier aankwamen. Om te kijken of we überhaupt wel een beetje vis konden zien. Nou, die hebben we zeker gezien. Ja. Klopt. We hebben al 2 grote groepen met vissen gezien, echt op het weid, helemaal bovenin. Dus jij gaat aan de gang met zigs, hoorde ik net. Klopt, klopt. Dat is wel een compleet andere contrast dan wat we hiervoor aan het doen waren. Ja. Ik ga op de bodem om gewoon ook een beetje de kans te spreiden. En ja, we hebben nu nog buren, maar dit ziet er niet uit dat die een nachtje blijven. Dus we gaan nu eerst eventjes alles opnieuw organiseren, kampje opbouwen. En dan kunnen we hier gewoon lekker een nachtje vissen. En dan gaan we tunen zo meteen weer eventjes in hoe en wat. Hoe het hier ruilt en zeilt en wat voor technieken wij gaan toepassen om hoeveel te vangen. Ik ga er geen nummer op zetten. Natuurlijk wel. Geen vis of 3. 3? Ja. Moet kunnen? Ja, 3. 3 vissen? Mogelijk. Ja, is mogelijk. Zo, Ruben. Ja. Eindelijk. Wat een rust hier, heerlijk. Ja, hier wel. Helemaal anders dan de stad natuurlijk. Totaal anders, ja. Ja. Ondanks de weersomstandigheden. Taaie omstandigheden. Taaie. We kwamen aan en droombeelden hebben jullie gezien. Er zagen al best wel wat groepen vissen. Yes. En eigenlijk hebben we constant vissen zien springen. Ja. En jij hebt gelijk 2 hengels op zich gegooid. Ja, klopt. Die lagen eigenlijk binnen. Half uurtje? Ja, zeker. Lagen er twee in. En ik moest alles ombouwen. Ik heb gekozen om op de bodem te gaan vissen. 2 hengels met mijn vertrouwde Hint Stiffrig. Helemaal perfect uitgebalanceerd. Heel rustig op de bodem kom. Ik ben een heel tijdje mee aan het stutteren geweest. En met de distance sticks
clip ik dan mijn lijnen. Dat is eigenlijk echt een super, super makkelijk toeltje. Sticks kosten bijna niks. Steek er twee in de grond. Je clip goed je hengels. En zo weet je ook dat je s'nachts, als ik nu een aanbeet krijg, is de linkerhengel 24 en 1 derde. Ja. En dat is bijna 84 meter. Klopt. Met 10 voeters. Jij hebt dus ook alleen maar met 10 voeters. Ja, ik ben ook niet groot. Nee. Ja, als ik naast Bas hier sta. Ja, met 10 voeters, dat is ja, veel gemakkelijker voor mij ook. Ik vind dat jouw hele visserij gewoon heel mobiel is ook. Ja, ook, ja in de stad. Ja. 12 voeters, als je 12 voeters gebruikt, kan je aan de overkant gewoon. Ja, nee, dat wil ik gewoon als tip meegeven. En ik vind het ook echt een hele leuke visserij. Ik ben met mijn waterpak even het water een klein stukje ingegaan. Zodat ik eigenlijk, er hangen een paar takken over, zodat ik er net naartoe kan werpen. Die ligt op 19 reps. En ook met een hinstiffering gewoon. Ja, en wat bolletjes in de kant gegooid, wat pelletjes erbij. Dus eigenlijk is het nou de waiting game. Die hengels laten we ook gewoon 100% leggen. Jij hebt net alleen de hengel omgegooid? Ja, de vest zat wel duidelijk in de bovenste lagen. Ja, maar, zeker weten. Ja, continu spring de vest. Maar ja, wil niet beten. Nou ja jongens, ik vind het een prachtig mooi Belgisch avontuurtje. Kleine vis, maar komt goed. We hebben al 3 vissen. We zijn gisteren begonnen pas om 6 uur. Hè? Ja, 7 uur begonnen met vissen en dat is het nu ook. Dus we zitten 24 uur te vissen en we hebben 3 vissen. Dus als je moet gaan ik even eten regelen denk ik. Ja, jij hebt ook je rui bij ze nog niet, dus dat is wel erg lekker dat je de mij daarmee gewoon opzadelt. Fenomenaal. En hoe smaakt uw biki? Zeer lekker. Dit is echt een Belgische delicatesse. Ja, echt zo. Ik heb hem nou ook genomen, dus ik ben echt zeer benieuwd naar deze biki. Met wat voor saus hebben we bij de patat? Oh nee, friet. Ah, stoofvleessaus. Stoofvlees met Brugse zot? Ja, Brugse zot, klopt. Oh. Zo jongens, nou ik denk dat mijn België experience in volle gang is. Dus, heerlijk jongens. Zonnetje gaat langzaamaan onder en we gaan nou even lekker een hapje eten. Ik heb een jupke gehaald voor de avond en dan gaan we kijken wat het brengt. Hopelijk zien we nog een visje voor de camera voordat het donker is en anders waarschijnlijk tot morgenochtend. Nou, lekker, come on. Hopelijk de eerste vis. Hele rare aanbeet. Slip stond dicht en een paar keiharde klappen op de top. En toen hing hij eigenlijk al. Alleen toen hadden we niet echt door dat hij naar ons toe kwam. En gelukkig hangt de drone in de lucht. En hopelijk gaan we de eerste vis binnenhalen, jongens. Lekker. Lekker. Jordy size 4, Hinst Stiverig. Doe het gewoon weer. Heerlijk. Dit is wel lekker. Vlochte lijn, dus echt super direct contact. Hele dikke volslag erop. Dat we toch tegen de obstakels aan zitten. En zit die graskarper? Er zijn er een aantal jaar geleden 2 opgezet. Maar ik denk niet dat ze... Ik leek ze vin te zien en dat het een grasser was. Dat zou heel triestig zijn. Vandaar ook misschien die rare run. Dat gras geeft nooit rust. Maar de vissen doen een hele rare ding soms. Ik denk niet dat het gras is. Dit is echt typisch gras. Ja? Ja. Dit is nooit een karper. Nou, let maar op. Ik dacht te zien dat het een spiegel was. Het zou helemaal mooi zijn. Ik denk inderdaad dat het een spiegel is. Ah nee, toch niet? Oh. Ah!
zo jongens. Hij had even foto's genomen. Hij is een klein beetje wild, ondanks we hem echt eigenlijk gelijk naar de drill op de kant hebben gehaald. Ja, echt een prachtige oude Belgische strijder. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven, zo te zien, deze vis. Ja, hij is echt een typisch parkwatervisje. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar ja, ik ben er hartstikke blij mee. Wat ik net ook al zei onder de drill, mijn favoriete hinstifrig doet het gewoon weer. En ja, het is toch leuk als je dan de hele dag bezig bent geweest om perfect je hengels neer te leggen. Lekker met de distance sticks, lekker werpen, met het waterpakje water in. Glochtenlijn erop, tegen de obstakels aan. Ja, fantastisch. Ik kan er niet meer over kwijt, jongens. Ik ga de hengel gelijk weer teruggooien. En dan hopelijk dat Ruben er nog even eentje bij mag strijven. Dat zou het feest compleet maken. Deze mag wel lekker gaan zwemmen. En dan zien jullie bij de volgende, jongens. Heerlijk! Goedemorgen. Ja, of goed. Ja, goed is een beetje een understatement. Yes. Misschien zie je het een klein beetje. Ik ben gisteravond op mijn oog gestoken. De muggen die kropen onder de tenten door. Dat was echt bizar. Heel kort nachtje wederom. Ja. En ook een heel stil nachtje. Ja, niks meer van vis te zien. Gehoord. Nee. Ik vond het heel leuk om jouw visserij hier een beetje te zien hier. Oh, en hoe het allemaal reilt en zeilt hier in België. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Yes. Alvast bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze video vinden. Laat het eventjes weten in de comments. En dan gaan we wel even zien waar we de volgende keer belanden. Yes. Misschien een keer dat jij een keer naar Nederland toe komt. Op mijn waarde. Dat kunnen we zeker een keer regelen. Ja, nou, dat is goed jongens. Tot de volgende keer.